Willem, de ene wedstrijd is de andere niet. Tegen Rijnsburg maak je er 5 in 11 minuten. Vandaag kon je doen wat je wilde, maar die bal ging er niet in. Nee, maar ik moet zeggen, tot aan de 16 speelden we echt fantastisch. Met mooi combinatievoetbal. Tegen een team wat anti-voetbal speelde en tijd trok. En van alles deed om het tempo eruit te halen. En wij deden van alles om het tempo hoog te houden. Dat lukte heel goed. Met hele mooie combinaties. Ja, dan moet je jezelf belonen. Want ja, ik denk als je deze kansen niet maakt, dan verlies je van jezelf en niet van VVSB. Nee, een van jouw voorgangers, Frans Adelaar, zei ooit, je verliest een wedstrijd nooit onverdiend. Dan had je die kansen maar moeten benutten. Kan je dat onderschrijven? Ja, 100%. Maar daarom, ik zeg, we hebben niet van VVSB verloren, want die hebben echt niks laten zien. Maar we hebben van onszelf verloren. En als je ze niet maakt, dan kun je ook niet winnen. Eén dingetje nog. Je staat 1-0 achter. Je hebt Powell op de bank. Dan breng je een stormer aan, wat begrijpelijk is. Maar dan breng je Marquiet in plaats van Powell. Dat begrijpen niet zoveel mensen. Ja, maar Berry die ging in de warming-up eigenlijk met zijn kuiten liepen vol, zei hij. En hij kon er niet in, achteraf. Dus toen hebben we Marquiet als breekijzer erin gezet, die wel 10 minuten kon spelen. Oké, dankjewel. Graag gedaan.